meneer Dullion wordt vervolgd voor moord, maar dat betekent niet dat u hem bij wijze van spreken enkel aan moord zou kunnen schuldig bevinden, als u al schuld neerhoudt. Het zou kunnen zijn dat men bijvoorbeeld tot een oordeel zou komen dat het niet gaat om moord, maar ik geef maar één van de vele opties of mogelijkheden om een ander geweldsmisdrijf, bijvoorbeeld om doodslag.